Kun je iets vertellen over hoe die je manipuleerde? Ja. Het klinkt heel stom, maar hij heeft er eigenlijk gewoon voor gezorgd dat ik verliefd op hem werd. Verliefd worden, dat overkomt je, toch? Ja, dat dacht ik ook altijd. En ik heb me er ook heel schuldig over gevoeld. Maar bij Christy en Evie is precies hetzelfde gebeurd. Dus dat is geen toeval. Hij wist gewoon precies wat hij moest zeggen en doen om jou het gevoel te geven dat je speciaal was. En Christy, dat is de vrouw die nu verdacht wordt. Ja. Het is, ze heeft zichzelf verdedigd. En als ze dat niet had gedaan, dan had ze dat niet overleefd. Hoe kwam je erachter dat hij niet zo charmant was als hij zich voordeed?